hebben elke dag schoenen aan. Soms heb je extra veilige schoenen nodig. Bijvoorbeeld als je in een fabriek werkt, of in de bouw, op een olieplatform, in de binnenvaart, in een bakkerij, noem het maar op. En op dat soort werkplekken is het verplicht om veiligheidsschoenen te dragen. We zijn vandaag in Best, en dat vind ik trouwens ook best, want we zijn in een van de fabrieken van 's werelds grootste schoenenfabrikant. Hier maken ze veiligheidsschoenen en veiligheidssokken. En al die voetjes die je hier ziet, leesten noem je dat, die zijn voor al die schoenen die ze hier aan het maken zijn. Veiligheidsschoenen hebben een neus van staal of van kunststof. En ja, welke neus nodig is, dat hangt af van waar die tegen moet beschermen. Dit is de kraamkamer van de veiligheidsschoenen en eigenlijk begint het hele productieproces hier, want hier worden de schoenen ontworpen. Nou, dat gaat maar door, want er komen steeds nieuwere modellen bij. De schoenen worden steeds lichter, beter, steviger. Nou, het begint met dit soort schetsen. Die worden eerst helemaal zo getekend en aan de hand daarvan wordt het in de computer echt helemaal ontworpen. En dan krijg je bijvoorbeeld zo'n schoen. En hier hebben ze ook weer iets fantastisch op bedacht. Deze heeft namelijk een hele handige sluiting. In dit laboratorium worden alle schoenen getest, zowel nieuwe als bestaande modellen. Want veiligheidsschoenen moeten aan heel veel eisen voldoen voordat ze gebruikt kunnen worden. Ze moeten natuurlijk wel veilig zijn om mee te werken. Daar gaat het uiteindelijk om. En daar hebben ze verschillende testjes voor bedacht. De valtest. Er valt een loodzwaar gewicht op de neus om te kijken of de neus het houdt. En dit kleine stukje klei wat je ziet, dat moet eigenlijk de voet voorstellen. En dat mag niet te ver indeuken, want in werkelijkheid zou de voet dan beschadigd zijn en dat mag niet. Dus de neus die moet de klap opvangen en de voet beschermen. Nou, nu ben ik geen expert, maar deze is best wel ingedeukt. Hij ziet er nog goed uit. Ja, is dit goed? Ruim voldoen. Test geslaagd dus. Dit is de zolentest. En hier worden de zolen 30.000 keer gebogen om te kijken of de zool stevig genoeg is. En hoe testen ze dat? Nou, ze maken 3 kleine gaatjes in de zool. En als die te groot worden, dan weten ze dat de zool niet stevig genoeg is. Dit is de flextest en hier worden verschillende zoolmaterialen 150.000 keer gebogen om te kijken of het niet te snel scheurt. De trektest. Hierbij worden de loopzool en de tussensool heel hard uit elkaar getrokken en dat mag dus niet te snel scheuren of breken. Zolentest. Alleen hier wordt gekeken naar de slijtage. Het schuurpapier dat moet de grond voorstellen. En ze stoppen dan een klein stukje van de schoensool hierin. En dat laten ze dan duizenden keren schuren. Hier worden de veiligheidsschoenen gemaakt. En wat er nou zo leuk aan is, is al die verschillende soorten en modellen, die worden allemaal dwars door elkaar en tegelijkertijd op dezelfde lopende band gemaakt. Als er gekozen is voor de juiste neus en de juiste zool met of zonder stalen plaat, ja, dan kan het maken van de schoen echt gaan beginnen. En ja, het staat hier best wel vol met robots, maar de bovenkant van de schoen, de kap noem je dat ook wel, die wordt er gewoon handmatig met een ouderwetse schoenlabel opgezet. Nou, en de stalen neus die wordt er ook met de hand onder gezet. Met leesten al deze warmtetunnel in. En door de warmte gaan de poriën van het leer openstaan. En daardoor wordt het leer soepeler en krijgt het de juiste pasvorm. Thank you.
is een zoolinjectierobot en die spuit het tussenzool onder de schoen. Dus dat is dit stukje van de schoen. En dat doet hij met polyurethaan. En polyurethaan, dat is een kunststof rubber. En dat is, nou ja, best wel een grappig spulletje. Als je een beetje van dat spul in een bekertje spuit, dan zie je dat het langzaam uit gaat zetten. Nou, eigenlijk gebeurt precies hetzelfde in die machine. Er wordt een klein beetje polyurethaan ingespoten. En het gaat uitzetten, maar dan in de vorm van een zool. Want er zit namelijk een mal in die machine. Nou, en na het inspuiten van de zool is de schoen in principe compleet, maar nog niet helemaal klaar. Want dan moet die nog afgewerkt en gecontroleerd worden. Yes! Nou, en dan is de schoen klaar. Daar kan er veilig mee gewerkt worden. Maar even soktechnisch, hè? Wat voor sokken draag je hier nou in? Naast veilige schoenen heb je ook, je voelt het misschien al aankomen, veilige sokken nodig. En die maken ze hier ook. 25 verschillende soorten. Sokken die je voeten lekker warm houden. En sokken die je voeten juist verkoeling geven. Ja, en hoe die sokken er dan uit moeten komen te zien, dat moet natuurlijk allemaal worden bedacht. En dat doen ze hier op de ontwerpafdeling. Ze ontwerpen nu een anti-tekensok en daar wordt ook een speciaal garen voor ontwikkeld. En in dat garen zit een speciaal chemisch stofje dat heel goed beschermt tegen tekenbeten. Heel handig dus als je veel buiten moet werken, bijvoorbeeld in het park of in een bos. Omdat de linker en de rechtervoet anders zijn van vorm, wordt daar ook rekening mee gehouden. Kijk, de R is voor de rechtervoet en de L is voor de linkervoet. Handig. Voor elke werkplek zijn er speciale sokken. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale brandwerende sokken voor mensen die lassen of voor de brandweer. Kijk, deze sokken die verbranden dus niet. Ze verschroeien wel, maar ze vliegen niet in de fik. Kijk maar. En niet thuis proberen, want dat kan echt alleen met speciale brandwerende sokken. De sokken worden gemaakt met deze enorme breimachine en het werkt als volgt. De gegevens worden in deze computer ingevoerd. En binnen 2 minuten ontstaat er een hele mooie, nieuwe, open sok. Maar nu is het nog een soort gebreide tunnel. Hij is aan 2 kanten open, dus dit moet nog worden dichtgenaaid. En daarvoor keren ze eerst de sokken binnenste buiten. En dat doen ze met deze supersotstuiger. Kijk. Dat zag je niet, hè? Ik doe het nog een keer, let op. Sokken worden binnenste buiten gekeerd, zodat ze dichtgenaaid kunnen worden. En dan wordt hij weer omgedraaid. En dan heb je de sok. Ze worden gewassen. Geperst. En tot slot worden ze gecontroleerd en gelabeld. En uiteindelijk heb je nog een gloednieuw paar veiligheidssokken. Kijk hier, bam. Voel je niet. Voel je ook niet. Veiligheidsschoentjes. Top.